We zullen dolfijn gaan missen. De vislucht, de drukdoenerij, het overmatig tegenspartelen en haar neiging om zich in verstrikte visnetmotieven te kleden vergeten we al snel bij de herinnering aan haar goede eigenschappen. Haar constante gegiegel en gekeer, haar eeuwige glimlach, haar vrolijke en opgeruimde humeur. Het gaat te ver om haar te omschrijven als een betrokken student, maar het was zeker interessant om haar in de groep te hebben. Proficiat. Giraf blijkt een teleurstellende student, met een hoop praatjes. Maar hij legt de lat te hoog. Steekt met kop en schouders overal bovenuit. Dat kunnen we niet hebben op school. Giraf is dan ook met overtuiging gezakt voor deze cursus omgaan met hoogten. Met name door zijn inzet bij het onderdeel limbo dansen. Lama is een intelligent en flamboyant verskiezening van wie in de toekomst nog veel meer hopen niet te maken. En hoyulzi familia is van de puissant wolvrend Camille Dinostidra at Lama har overvloed niet op haar rug, maar wel judelijk site bar. Deze rijkdom wiet si gerifinid en te zetten bij elevaken en jo ons ta in muien of enigtige, sige verleidst. Dus welgemond felicitaties zijn hier op hun plaats. Meskever is een student die de cursus gevolgd heeft en ook is geslaagd. Hij doet zijn werk onopvallend en consequent. Verder was het redelijk goed weer de afgelopen tijd. Ook wat winderige regen na. Een week of zo geleden. Ook is het goed om te weten dat onze lestijden blijven zoals ze waren. Van harte gefeliciteerd. Hoewel scholletje duidelijk met heel andere dingen bezig was dan met de taken voor school, is het dit bakvisje toch gelukt om te slagen. Drie modulen waren dan ook op haar lijf geschreven. Ze heeft er eigenlijk niets voor hoeven doen. Waterstanden, limbo dansen en het vrouwelijk hoogtepunt waren voor scholletje al bij voorbaat in de pocket. Het meeste andere was dan ook niet heel best. Maar toch zeker een gemeend proficiat. We hebben ons veel zorgen moeten maken om Slak. De zorgcoördinatrice was er dag in dag uit mee bezig. Slak heeft een rugzakje, hij draagt een hoop met zich mee. Wekelijks zat hij in haar kamertje. Zijn slechte prestaties bij polstokspringen werden scherp in de gaten gehouden. Dankzij de inzet van onze zorgcoördinatrice is Slak toch in één keer geslaagd, met afgerond een 7. Proficiat. Volkswagen heeft de zaak op onnavolgbare wijze beduveld. Op het eerste gezicht leek zijn cijferlijst volkomen normaal, helemaal in orde, totdat de docent van luchtballonnen opmerkte dat Volkswagen zijn lessen nooit gevolgd had. Dat bleek voor veel andere lessen ook zo te zijn. Waar deze cijfers dan vandaan komen is een raadsel. Echter op basis van deze informatie is door het team besloten dat Volkswagen wegens gesjoemel uitgesloten is van het eindexamen. Bandluis is een dromerig meisje, vooral bezig met allerlei fantasieën over mythische godinnen en meer van dat soort onzin. Vaak hebben we haar tot de orde moeten roepen. De uiteindelijke cijfers verbaasden ook zeer. We vermoeden fraude maar hebben geen onregelmatigheden kunnen vaststellen, maar de onwaarschijnlijkheid dat zo'n dromertje gewoon in één keer slaagt lijkt ons vrij klein. Gefeliciteerd namens het hele team. Thank you.
Zonnebloem is een mooi maar kwetsbaar meisje. Ze is erg veel bezig met het vragen om goedkeuring. Ze groeit erg hard in korte tijd, maar een beetje kritiek of weerstand en ze is geknakt. En dan is ze bijna niet meer overeind te krijgen. Van nature kan ze een aantal dingen erg goed. En de cursus was voor haar ook zeker geschikt. Dus waarom ze nu zo depressief thuis zit en niet eens naar de uitreiking komt. Toch van harte proficiat met het behaalde resultaat.